in welke minuut dacht je, het zit goed? Of was dat echt pas na het laatste fluitje? Ja, heel eerlijk gezegd dacht ik bij die 1-1, dacht ik van het gaan we niet meer weggeven. Die 1-0 is toch een lichte klap, maar de hele na-competitie, we zijn tegen Eemdijk al 1-0 achtergekomen. Ja. Volendam ook twee keer. Volendam ook nu twee keer. Maar we hebben zo'n goede dynamiek in de groep, zeg je heel eerlijk. We komen altijd wel terug, man. Dus bij die 1-1 dacht ik van, dit gaan we nooit meer weggeven. Helemaal in de ACV. Hoe gingen jullie de wedstrijd? Een puntje pakken of gewoon vol voor de winst? Ja, gewoon spelen, vol voor de winst. Gewoon spelen, ja. Ja. Twee goals. Ja, nee, we hadden best een bespreking ook met de trainer natuurlijk, met speelziek. Ja, hij heeft er gewoon op gehamerd. Minimaal twee goals maken, dan zit je veilig. En dat hebben we gedaan. Drie zelfs. Dus dat is fijn. Ja, uiteindelijk wordt het dan inderdaad nog 3-1. Dat moet ook blessuretijd. Dat moet lekker zijn. Dan naar die supporters toe en dan weet je toch dat het in de tas is. Ja, het begint al bij de 1-1. Dat jullie maken dat je denkt van ja, nu is voor hun een klap. Het is klaar. Na rust ga je de wedstrijd in. Dat je denkt van nou ja, kijk wel hoe het gaat. En we spelen gewoon ons eigen spelletje. En we gaan beter spelen, rustig spelen. En dan maak je de 2-1 en dan ja, dan weet je gewoon van nou prima. Zijn we nog een paar keer gevaarlijk tussendoor dat je dacht van nou, kleine kansjes, maar ja. Mooi. Hebben jullie in de na-competitie jullie beste voetbal gespeeld? Nou, ik denk dat. Nou, ja, misschien wel een keer af en toe. Zeker bijvoorbeeld Eendijk eerste helft. Jordan Boys tweede helft. Nou ja, nu de eerste goal die we maken. Ik denk sowieso dat we dit seizoen gewoon per wedstrijd, elke wedstrijd beter zijn gespeeld. En dat spreekt voor ons als team. Ja. Ik denk van ja, dat spreekt voor dit seizoen en ja, dat betekent heel veel goeds voor volgend seizoen. Ja, hoe heb jij het seizoen beleefd? Want het begon natuurlijk, ja, ik wil niet zeggen heel slecht, want het is niet zo, maar gewoon linker rijtje. Maar uiteindelijk groei je ergens naartoe. Had je dat tijdens het seizoen in de gaten van, hey, er is iets hier, aan het ontstaan? Nou, weet je begint het seizoen met 12 nieuwe spelers. En dan weet je van tevoren, ja, de hele journalisten allemaal, ja, we gaan voor het kampioenschap. Ja, zeiden mensen dat? Nou ja, in het AD Amersfoort heb ik dat ook gelezen. Van ja, we moeten voor de titel gaan, hè, 12 nieuwe spelers van de derde divisie afgehaald. En er lag toch een bepaalde druk op. Maar we zijn als team en als staf heel relaxed gebleven. Van, hey, we moeten ons niet focussen op wedstrijden winnen. Maar op wedstrijden beter gaan voetballen. Speelstijl inslijpen. En je ziet toch, we hebben puntverlies geleden in de eerste wedstrijden. Maar we zijn wel qua doorontwikkeling. Dat het belangrijkste punt is. Dat je focust op het voetballen. En niet op willen winnen. En dan komen de punten vanzelf. En dat zie je. Ondanks die klap bij ACV. Denk ik dat we in de na-competitie echt super goed hebben opgepakt. Man. Mentale weerbaarheid. 100%. Ja, wanneer krijg jij het gevoel van, er zit wat in dit seizoen. We kunnen misschien wel kampioen worden. Op ACV. Ja, ACV vlak voor de winststop. Ja, 2-0. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat op een gegeven moment ook, ik denk serieus waar na, ja, misschien na 8 wedstrijden al, in de, ja. na de voorbereiding, in de competitie, je begint slecht. Ja. Maar op een gegeven moment ben je, ik speel nu al een paar jaar in de hoofdklasse, maar op een gegeven moment merk je gewoon in de groep dat je denkt van ja, er zijn zoveel wedstrijden die wij nog gaan winnen. Ja. Dat is echt niet normaal gewoon. Je merkt het gewoon in de groep aan alles. We spelen goed, het zit goed in de groep, iedereen wil werken, iedereen wil voetballen. De groep is goed in elkaar, iedereen gaat leuk met elkaar om. Dan weet je gewoon, oké, dat kan een heel leuk jaar gaan worden. En ja, dan moet het gewoon uiteindelijk op de goede plek vallen. En, ja. Dat viel het aanvankelijk niet met jullie in de laatste wedstrijd 1-0 voor ACV. Dat is een enorme klap geweest. Je trainer zei voor de wedstrijd Jodan Boys uit, dit is de allermoeilijkste die we nu moeten spelen. 100%. Is dat achteraf ook zo gebleken? Ja, zeker. Ik denk dat wij maandag kwamen met z'n allen bij elkaar. En toen hadden we het er al over van, ja, dit is wel een klap. Tuurlijk, je bent sportman, maar je bent ook mens. En dat deed het meest pijn, hoor. Maar als je ziet hoe wij... Jodan Boys eerste helft hadden best moeilijk. Maar als je ziet hoe wij de tweede helft hebben opgepakt. Ja, is alleen maar compliment ook qua mentale weerbaarheid. De groep zit echt goed in elkaar. Is dat echt goed. Ja, is dat ook zo dat je dan, als je die wedstrijd wint, dat je dan bij elkaar komt na aflopen en dat je dan zegt van, jongens, we hebben deze gepakt. Nu moeten we ook gewoon de resterende 5. We moeten er nu volle bak voor gaan. Ja, ik denk dat het sowieso, ja. Maar ik denk ook sowieso elke wedstrijd wel. Als je nu ook gewoon kijkt in de na-competitie ook. Ja, maar ik denk, en dat denk je trainer eigenlijk ook, als je die verloren had uit bij Jodan Boys, dat dan de lucht uit de ballon was. Ja, tuurlijk. Tuurlijk had het heel anders geweest. Maar het zegt dan genoeg over de selectie, dat als je kijkt, je hebt 6 wedstrijden gespeeld. En 6 keer gewonnen. 6 keer gewonnen dan uiteindelijk. Maar volgens mij zijn we 3 wedstrijden uiteindelijk nog op achterstand gekomen. Ja. En uiteindelijk, ja, dan ben je die wedstrijd gewoon, uiteindelijk gewoon, ja, prima. En dan gaat het gewoon hartstikke goed. Dat zegt heel veel als de groep, zeg maar. En dus, ondanks dat al steupen waarop Jodan Boys verloren, had ik nog wel willen zien hoe het uiteindelijk had gelopen. Maar zo ver kwam het niet. Nee, dat zegt genoeg, ja. Dan Volendam, 2 keer. Heeft de gelukkigste gewonnen of de beste?
achteraf gezien win je twee keer, dus ik denk de beste. 100%. Denk jij dat ook? 100%. De beste en de gelukkigste. Ja. Waarom niet? Ja, tuurlijk. En dan terug in de bus. Ja, het was mooi. Het was gewoon een feestje. Maar het was wel een beetje een ontlading die kwam. De muziek, de box deed het niet. Dus dat was wel een grote teleurstelling. Zo. En toen ging Mo El Haddad ging maar improviseren bij de microfoon met zijn telefoon. Maar die ontlading was denk ik al op het veld te zien bij de 3-1. Toen liepen mensen hadden die hoek in. Mensen vielen op hun knieën. Dan weet je dat het binnen is. Ja. Het was onwijs fijn, man. Dus eindelijk. En dan hier een feestje. Jij bent aanvoerder. Moet je dan ook voorop gaan in de Polonaise? Of laat je dat dan aan anderen? We doen het als team. We zijn aanvoerder op het veld gestaan dit jaar, maar nu gaan we als team verder. Als team feesten. Gaan we feesten, ja. Kleinbal. 100%. Gefeliciteerd, jongens. Dankjewel, jongen. Hey, dankjewel, man. Jij ook.